Michel, ik weet niet of je het ziet, maar er is hier een massa gearriveerd van het GO-onderwijs. Die hebben allemaal een rode muts met een witte pompon op, met in grote letters GO daarop. Het is echt een grote massa. Raymonda, heb jij die bende meegebracht? Ja, ik heb al onze leerlingen die keihard gewerkt hebben de voorbije weken om heel veel centjes voor heel veel goede doelen te verzamelen, rondom mij laten meekomen. Dat is een fantastisch moment vandaag. We werken heel hard rond solidariteit, leerlingen laten samenleven, zorgen dat die mooie waarden van respect en solidariteit en engagement in al onze scholen aanwezig zijn. En het resultaat is hier vandaag aanwezig, hè, met al die jonge mensen die keihard en met heel veel plezier hun schouders hier onder hebben gezet. Het zijn allemaal luidruchtige schouders. Hoeveel kinderen staan er hier ongeveer die je hebt meegebracht? Wij zitten rond de 500 kinderen die vandaag hier zijn. Maar er zijn er vandaag ook nog volop actie aan het voeren voor GO for Life, Music for Life. Dus die zijn ook nog bezig met de actie en te zorgen dat er nog extra middelen in de laadjes komen. Schitterend, schitterend. Wat hebben jullie allemaal exact gedaan voor het goede doel? Er is heel veel gebeurd. Er zijn uiteraard terug cakes en taartjes gebakken. Er zijn mutsen verkocht, zoals je hier kan zien. Er is zelfs op jullie inspiratie een GO for Life een radio geweest, een hele dag plaatjes gedraaid. Er zijn benefieten georganiseerd in Dendermonde bijvoorbeeld, waarop ook Jolemeer aanwezig is. Dus de creativiteit was enorm, maar ook de samenwerking vooral. Al die kinderen die voor dat goede doel geëngageerd waren, heel veel dingen hebben georganiseerd. Dus het was zowel creatief als samenwerken, waar we heel sterk op hebben ingezet. En vonden eigenlijk ook al die kinderen dat leuk om te doen? Ja! Dat was zeker al 1/5 van wat hier staat. We gaan dat opnieuw proberen. En vonden ook al die kinderen dat leuk om te doen? Ja! Dat bevestigt Michel, ze zijn hier graag. Ja, dat merk ik. Ik heb het huis van mijn leven zowel rood en wit samengezien. Kan je ook zien als je even meekijkt via de televisie. Fien en al die kindjes, dikke merci, zeg. De warmste week.